Dan ja, de woonplannen van minister Hugo de Jonge. De VVD is niet blij met een deel van die plannen. Nou ja, het plan is ingediend door het hele kabinet, dus ook door de VVD. Maar die partij die keert zich nu toch tegen een belangrijk onderdeel van dat plan. Als het aan de Jonge ligt, krijgen gemeenten namelijk de bevoegdheid om de helft van huur- en koopwoningen met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners. En nou wil de VVD dat koopwoningen daaruit worden gehaald. Dus die moeten worden uitgezonderd. Want voor een woningverkoper zou het nu namelijk kunnen betekenen dat minder mensen dat huis kunnen kopen. En daardoor kun je natuurlijk ook weer mogelijk minder voor je huis krijgen. Ja, en dat stuit de VVD tegen de borst. Dus wat hem betreft wordt dat woonplan aangepast. Nou, we hebben twee VVD'ers aan tafel. Hand en broeken, snap je dat de VVD daar tegen is? Ja, maar... Nou ja, aangezien het kabinet iets anders zit. Ja, maar goed, dat wil niet altijd... Kijk, als je in het kabinet zit, dan moet je ook compromissen sluiten. Maar ik begrijp het wel, want dat is een ingreep in de markt waarvan ik me ook even afvraag of die nou wel zo noodzakelijk is. Met nog eens een keer een paar effecten voor mensen dat die huizenprijzen daar nog een keer door worden beïnvloed. Ja, dat is niet helemaal fair, lijkt me. Maar goed, ik ken de zaak niet goed. Ja, eens. En wat ik me als eerste afvroeg is, hoe weet je nou dat je bij de helft hoort? Ja. Als het de helft is... Is jouw huis dan onderdeel van de helft die dan lokaal moet worden verkocht? Of niet? Dus het lijkt me ook nog eens een keer... Alsof de uitvoerbaarheid lijkt me erg ingewikkeld. Ja, alsof de overheid ineens over die woningvoorraad gaat. Precies. Nou, we hebben echt geen idee. Ik ben blij dat je vindt u er wel wat van? Nee, allerminst. Wat vindt u van die plannen? Zegt u, nou, dit vind ik juist wel een goed plan? Nou, kijk, het belangrijkste is dat we die wooncrisis aanpakken. En dat is denk ik dus geen markt, wat de heer Ten Broeke zegt. Dat is juist het grootste probleem, dat het jarenlang als markt is gezien. Wij steunen dit wel, maar ja, het is wel is een dus pleister de tegenstelling. VVD'ers zeggen dat er juist te veel overheid is. Zeker, en daarom zien we dat het totaal uit de klauwen is gelopen. Ik snap dit voorstel wel, maar het is een pleister op een veel diepere wond. We moeten bijvoorbeeld stoppen met het slopen van sociale huurwoningen. Het nog verder zien als een markt. Nee, dat begrijp ik allemaal, maar bent u dan hier tegen? Nee, wij steunen dit voorstel. Maar, dat is de grote maar, als je alleen dit doet, ja, dan is het het verdelen van de schaarste. Ja. En dat gaat natuurlijk niet werken. We moeten ervoor zorgen dat er veel meer huizen beschikbaar komen. Betaalbare koopwoningen, sociale huurwoningen, dat soort zaken. Bouwen, toch? Hè? Wie was dat ook alweer? Goed.